Dit is de Virtuo Latissima en dit is de nieuwe volautomatische Nespresso-machine van De'Longhi. Het is ook het eerste Virtuo apparaat met een ingebouwd melkreservoir. In deze video laat ik je zien wat je er allemaal mee kan. Nou, allereerst even over de Nespresso Virtuo. Dit is dus de opvolger van de Nespresso Original, waarmee je met één druk op de knop vijf verschillende formaten koffie zet. Een espresso, dubbele espresso, gran lungo, mug en caraf. En bij de vorige versie van de Virtuo was het grootste formaat een Alto, maar die hebben ze nu dus vervangen door een caraf. De machine leest door middel van een streepjescode op de cupjes hoeveel water die nodig heeft om tot het juiste formaat te komen. Vandaar dat je dus maar één druk op de knop nodig hebt om een kopje koffie te zetten. En wil je nou nog meer weten over de technologie van de Nespresso Virtuo? In deze video vertelt Manon je daar graag meer over. En voor de duurzame koffieliefhebber heeft Nespresso een speciale recycle container en recycle zakken. Deze lever je in bij een Nespresso boutique en zo wordt zowel de koffie als het aluminium gerecycled. Nou, en wat er nieuw is aan deze specifieke machine is, zoals ik net ook al zei, het geïntegreerde melksysteem. Want met één druk op de knop maak je drie verschillende melkrecepten. Een cappuccino, een latte macchiato of gewoon warm melkschuim. En ook heeft dit systeem een handige spoelfunctie die je na elk melkrecept kan aanzetten. Hij spoelt dan automatisch water door het melksysteem en het stoompijpje, waardoor er dus geen bacteriën blijven zitten. Ook haal je de onderdelen allemaal makkelijk van elkaar los en zet je deze gewoon in de vaatwasser voor een optimale reiniging. En nu denk je misschien, kan ik dan met deze machine alleen een latte macchiato of een cappuccino maken? En dat is dus niet zo, want met die derde optie maak je zoveel melkschuim als je maar wilt. En die kan je bijvoorbeeld gebruiken voor een espresso macchiato of een cortado. Of je experimenteert nog wat verder en maakt bijvoorbeeld een karamel latte of zelfs warme chocomelk. En hierbij komt dan ook het verstelbare metalen kophoudertje ook van pas. Want deze zet je op verschillende hoogtes, waardoor eigenlijk elk soort kopje of kannetje eronder past. En wat me ook opviel tijdens de installatie is de handige connectie met de Nespresso app. Via Bluetooth verbind je het apparaat eenvoudig met jouw Nespresso account. En zo loodst hij je eigenlijk door de installatie heen, geeft hij tips voor het onderhoud en slaat hij je favoriete koffierecepten op. En als laatst heeft de machine een strakke en moderne uitstraling. De combinatie van de matte en glossy onderdelen geeft het een luxe machine om naar te kijken. Ik heb hier de uitvoering in het zwart, maar hij komt ook in het wit. Ook voelen de knopjes en de losse onderdelen stevig aan. Kortom, voor elke koffieliefhebber is er wat wils met deze Virtuo Latissima. Wat overigens very milky, oftewel erg melkachtig betekent. En very milky is die zeker, want met één druk op de knop zet je tot wel drie melkspecialiteiten en vijf verschillende formaten koffie. Je leert nieuwe recepten en vindt probleemoplossingen in de Nespresso app. En daar vind je ook gelijk de dichtstbijzijnde Nespresso boutique waar je je cups kunt recyclen. Wil je nou nog meer weten over de Virtuo Latissima van De'Longhi? Klik dan op de link in de beschrijving of stel je vragen in de comments.